november is de dag dat mijn liefde... De Sint Maartensviering in Elslo. Na enkele plensbuien, kort voor 6 uur, vertrok de grote stoet vanaf Elserhof onder begeleiding van Starlight en de jeugdraad en Sint Maarten te paard en het regiment Dorberg naar de parkeerplaats Het Kempje. 11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje. 11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag. Een koe die moest naar de slager toe, maar de slager wou niet slachten. Het was al 8:15, het was al 8:45 en toen begon het te regenen. Sint Maarten had een koe die moest naar de slager toe, maar de slager wou niet slachten. Het was al 8:15, het was al 8:45 en toen begon het te regenen. Daar werd traditiegetrouw het vuur ontstoken. En dat is en blijft toch altijd weer een spannend moment. Een traditie wordt in ere gehouden. Maar ja, het is ook een traditie welke door de CO2-discussie natuurlijk wel behoorlijk onder druk dreigt te komen. Na afloop was er in ieder geval voor de kinderen een zak snoep. Ja, en ook in Nieuwdorp was men erop uitgetrokken om een Sint Maartenstoet te organiseren. Onder begeleiding van enkele gemotoriseerde vrijwilligers ging men in grote getale en met vele lampionnetjes uitgedost op pad. Sint Maarten, ik maak mijn moeder is een dik zak.
Maarten, Sint en Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint en Maarten aan. Sint, Sint en Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint en Maarten aan. Sint, Sint en Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Na een rondgang door de straten van Nieuwdorp werd de stoet muzikaal ontvangen op het Kerkplein. Zeg je het maar, ik heb een lichtje in mijn hand, die gaat reizen door het land. Is hij hier, is hij daar, als je hem ziet dan zeg je het maar. Ik heb een lichtje in mijn hand, die gaat reizen door het land. Is hij hier, is hij daar, als je hem ziet dan zeg je het maar. En hier hadden de vrijwilligers inmiddels de brandkorven ontstoken voor een sfeervolle voortzetting. De organisatie van het buurtcentrum en buurtwerk Nieuwdorp kan in ieder geval ook weer terugkijken op een geslaagd evenement. Lantaarntje loopt.